Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. In het eerste deel praten we met Santosh Singh. Hij is de nieuwe directeur bij de Stichting Surinaams Museum. We praten met hem over zijn nieuwe functie en zijn plannen voor het museum in de nabije toekomst. Kijkt u mee. Goedendag meneer Santosh Singh, welkom in ons programma In Gesprek Met. U bent de nieuwe directeur bij de Stichting Surinaams Museum. Wat is uw motivatie geweest om directeur te worden van dit museum? Ik ben eigenlijk de inhoudelijke directeur, conservator van het museum. Per 1 april hebben we een tweekoppig bestuur, directie dan. En we hebben mevrouw Magda Habibou, die de zakelijke, interim zakelijke directeur is van het museum en ik ben een inhoudelijke directeur / conservator. En mijn motivatie is, het is op mijn pad gekomen, het heeft mij eigenlijk gekozen. Ik had nooit gedacht dat ik een directeur zou zijn van het Surinaams Museum voor Zeelandia. Ik ging vaker naartoe, ook tijdens schooltijden. En ik heb mijn bachelor geschiedenis met een minor in archeologie en een special in wereldgeschiedenis gedaan op de Anton de Kamp Universiteit. En ik kreeg toen een beurs naar Nederland, Leiden Universiteit, waar ik mijn master in archeologie mocht doen. En toen ik was anderhalf jaar in Nederland en ik had veel geleerd, het was echt een leuke ervaring. Toen kwam ik terug naar Suriname en dat was in 2021 dat ik terugkwam. En voordat ik kwam, dan wist ik dat er leuke dingen te wachten stonden. Want ik was dan eigenlijk op papier de enige Surinaamse archeoloog van Suriname met een master. En ik werd dan toen benaderd, een paar jaar geleden, door mevrouw Neus. En ze zei van, ik wil je kennis laten maken met meneer Van Putten bij het Surinaams Museum. En toen al begon het en werd ik gevraagd als ik directeur zou willen zijn van Stichting Surinaams Museum. En ik was van wauw, het is een geweldige mogelijkheid om Suriname op een hoger niveau te brengen. En ik heb 2,5 jaar gewacht. Het is geen, moet ik zeggen, friends and family geweest, maar het is hard werk geweest. Dus uiteindelijk 1 april, bijna een maand, dat ik dan nu officieel inhoudelijke directeur ben van Stichting Surinaams Museum. Ja. En wat is uw ervaring in de museumsector? Ik ben, zoals ik eerder zei, archeoloog. En ik heb ook mijn eigen bedrijf, True North, waar ik dan ook manage. Maar het museologische aspect is heel iets anders. Ik heb met meneer Van Putten, de oud-directeur, mogen meelopen. En je leert verschrikkelijk veel. Het Stichting Surinaams Museum bestaat al 77 jaar. Is de oudste instelling of oudste museum van Suriname met de grootste collectie Surinamica. Dus als je door de collectie heen loopt, krijg je dan heel veel, er gebeurt heel veel met je. Als je het niet hebt gezien, is het moeilijk te begrijpen, maar als je er doorheen loopt, dan zie je zoveel voorwerpen, objecten, die je eigenlijk waaraan je nooit dacht. Dat is een goede aanvulling voor mij als archeoloog, omdat ik dan artefacten zie die eigenlijk gebruikt werden, die niet in de grond zijn. Soms zijn ze in de grond, maar kapot. En hier zie je ze in hele formaat. Het is heel leuk voor mij omdat ik dan meer leer over onze geschiedenis en alle kleine aspecten ervan. Het is heel moeilijk voor een museum om alles te onderhouden in een tropische klimaat. En zoals ik zei, we doen het al 77 jaar hier zo. Je hebt verschillende categorieën. Je hebt bijvoorbeeld beeldende kunst, textiel, meubilair, je hebt de archeologische collectie. Dan heb je dan de culturele collecties van Chinezen, Javanen, Hindustanen, Marons, etc. We hebben onze flessencollectie.
En elke collectie heeft zijn eigen specialiteit nodig en specialist. En het Surinaams Museum we zijn weer bezig op te komen met evenementen en expos en Suriname meer kennis te geven. En we willen daarbij een centrale rol spelen voor Suriname. Dus mijn ervaring met het museum is echt prachtig. En ik kijk er naar uit, ja, de komende jaren. En u bent pas begonnen als directeur, maar u zegt ook, u heeft meegelopen met de vorige directeur. Heeft u bij een zelf-evaluatie gezegd van, hé, dit zijn mijn sterke punten als directeur. Wat zijn die? Zo, mijn sterke punten. Ik ben eigenlijk opgegroeid om niet zo, om meer bescheiden te zijn. Maar mijn sterke punten, zou ik zeggen, is mensen connecten. Met mensen kunnen aanspreken in die zin van, hé, dit is van jou. Toch? Wat doe je, waarom zorg je niet ervoor? Oh, que pasta. En ik heb een goede, qua communicatie kan ik mensen van dingen laten houden. Vooral als if it matters. En ik ben bezig een jongere groep op te zetten, een club. Want zij zijn de toekomst van morgen. Ik kan dingen gedaan krijgen als ik iets wil, dan ga ik ervoor. Als er geld is, als er geen geld is, als er mensen zijn, als er geen mensen zijn. Dat gaat natuurlijk een poosje duren, maar ik zorg ervoor dat het gedaan wordt. En ja, dat zijn mijn sterke punten. I lead the way. Ja, yeah, I lead the way. Vastberaden. Wat is uw visie op leiderschap in een museum? Leiderschap is een toffe woord, omdat als je een goede leider wilt zijn of worden, moet je eerst een goede volger zijn. Toch? Als je geen goede volger bent geweest, kan je geen goede leider worden. Dan moet je echt geluk hebben. En ik heb met meneer Van Putten mogen meelopen. Die man is een encyclopedie zelf, dus hij weet alles. Ik kijk naar een foto en hij vertelt je misschien een heel boek. Ik heb dat nog niet, op bepaalde gebieden wel, maar niet zoals hij dat heeft op dit moment. Maar dat komt met ervaring. Dus als leider is het belangrijk, als je een goede volger bent geweest, dat je dan uiteindelijk kan van leiden, mensen wezen, maar dat je dan ook een voorbeeldfiguur wordt voor anderen. Je gaat dan moeten wezen wat eigenlijk onmogelijk bleek of bleek te zijn, dat je het als leider mogelijk gaat maken en dat je zo weest van hé, het kan gedaan worden, zo doe je het en moet je het zelf doen. En als je dat doet, dan inspireer je mensen om dan ook in hun eigen leven leiders te worden. Zo maak je leiders. Ja. En als we nu focussen op een Stichting Surinaams Museum zelf, wat is uw visie op de toekomst van dit museum? Mijn persoonlijke visie is om het Stichting Surinaams Museum een Sranang Oso te maken. Het moet een centrum zijn voor elke Surinamer om een thuisgevoel te hebben. Van oké, dit is van mij, dit is van ons. En niet dat er een beeld gecreëerd wordt of geschapen wordt van oh, het is van Nederlanders, oh, het is van Hindustanen, oh, het is van Kriolen. Nee, het is van de Surinamer. En we willen dan heel veel activiteiten ontplooien, vooral culturele activiteiten, mooie expos neerzetten, maar ook educatieve, evenementen opzetten, zodat mensen kunnen komen en leren over hun verleden. Want ik heb gemerkt dat vanwege de economische situatie iedereen eigenlijk gericht is op het maken van geld. Waardoor je eigenlijk geen tijd hebt om boeken te lezen en al die soort dingen. Maar je hebt wel tijd om uit te gaan. Dus waar je uitgaat, toch? Dat is een keuze van jezelf. En als het museum leuke evenementen heeft en mensen aantrekt van hey, dit is apart, dit wil ik leren. Dan leren ze van hun geschiedenis. En hoe draagt dat bij in zijn totaliteit? Geschiedenis is heel belangrijk. Het is deel van ieder. Als je kijkt naar religie, de Bijbel, de Koran, alles is geschiedenis. Als je gaat om te verzekeren, vragen ze naar je medische geschiedenis, et cetera, et cetera. Dus geschiedenis is een heel belangrijk aspect van jezelf en is je identiteit.
Dus als jij je identiteit als persoon niet, als je niet weet wie je bent, dan kan je nooit volledig ontplooien in de maatschappij. En daarom is het museum een heel belangrijke aspect, een belangrijke ladder in de Surinaamse maatschappij, zodat je dan leert wie je bent, wat je identiteit is, zodat je dan in volle bloei kan bloeien. Ja. Ja, heel mooi gezegd. Als u kijkt naar de komende jaren, waar zult u de accenten op leggen? Er zijn veel, plannen die we hebben. Natuurlijk, ik moet het bespreken met het bestuur. En ik wil voor de komende jaren accent leggen op de jongeren. Omdat er veel jongeren zijn in Suriname. En ik, om het zo te zeggen, heb je twee groepen. Je hebt ouderen en jongeren. Eén groep heeft geld en geen tijd. En één groep heeft tijd, maar geen geld. Je kan van beide groepen niet beide dingen verwachten. Dat is moeilijk, toch? En we hebben beide dingen nodig. Tijd, energie en geld om dingen goed te draaien. Dus de jongeren hebben tijd. En het museum is een goede, instituut om ze te helpen ontwikkelen. Ik ben daarom ik wil een jongerenclub opzetten. Ik ben eigenlijk al bezig daarmee. Waar ze dan leren over Suriname, maar dat ze dan ook bepaalde, kwaliteiten aanleren, leiderschap, organiseren, communicatie, die soort dingen. En dat ze tot hun nemen. We zijn ook bezig met het opzetten van onze bibliotheek, om het weer openbaar te maken voor het publiek. En onze streven is om het eind mei, begin juni te openen. Maar we hebben dan ook hulp nodig van een ieder. En een ander aspect waarop ik wil focussen, is om elk Surinamer bewust van te maken dat het hun taak is om het museum in staat te houden. Je bijdrage mag op elke manier geleverd worden. Je kan doneren in tijd, je kan tijd doneren, je kan in natura doneren, je kan een financiële bijdrage doneren, op welke wijze dan ook. Maar dat ze begrijpen dat het van hun is en niet van een bepaalde institutie, et cetera. Dat het Surinaams Museum huisvest artefacten van Suriname. En identiteit van de Surinamer versterken. Ja. En als we kijken naar de verschillende collecties die er zijn in het Surinaams Museum, welke ambities heeft u voor de collectie en de tentoonstellingen? Onze collectie is heel groot. We hebben 30.000 plus artefacten. En we hebben ook ons fotoarchief. En meestal, of laat me het anders verwoorden. Er zijn veel artefacten in onze collectie. En ik wil heel veel expos opzetten. Er zijn heel leuke aspecten in onze geschiedenis. En met de collectie die wij hebben, kunnen een leuk verhaal vertellen. Maar voordat we dat doen, is het belangrijk dat we onze collectie goed opslaan. Het is momenteel goed opgeslagen, maar het kan ook beter inventariseren. Ja. Sorry hoor, ik ben mijn train of thought, ben ik helemaal kwijt. Wat had ik daar net gezegd? Laat me die vraag opnieuw stellen. Deze vraag opnieuw. Welke ambities heeft u voor de collectie en de tentoonstellingen? Ja, in de komende jaren willen we heel veel tentoonstellingen opzetten. En het gaat heel veel tijd, moeite, energie kosten om dat te doen. Maar daarvoor zijn we eigenlijk als museum. We hebben een heel groot collectie, 30.000 plus artefacten. En heel veel, we hebben een geweldige bibliotheek ook. Meneer Van Putten zei altijd de mooiste collectie van Suriname. Ik heb laatst gehoord van een wetenschapper dat het de mooiste is in het Caribisch gebied en misschien zelfs in Latijns-Amerika. Onze collectie is goed bewaard gebleven, 77 jaar lang. Hats off, zou ik zeggen, aan de predecessors. Toch?
Maar we zijn nu in een moderne tijd en we gaan het beter moeten opslaan. We kijken dan naar mogelijkheden om het te verbeteren, waardoor de toekomstige generaties nog heel lang van kunnen genieten. Digitaliseren van onze boeken, inventarisatie, etc. Maar als het komt op expo's, zijn we bezig leuke exposities te ontwikkelen. En van verschillende invalshoeken uit. Dus ja, stay tuned. En u heeft gesproken over wat u wilt gaan doen om jongeren te betrekken. Maar als we kijken naar het personeel, hoe staat het met jullie personeel hier in het museum die het werk moet gaan uitdragen? Ja, so, we hebben een nieuw bestuur en ze doen geweldig werk. Ik weet dat er aan mij gezegd werd dat er voorheen, heel lang terug, dat we 30 werknemers hebben. En een museum heeft heel veel specialisatie nodig. Elke categorie heeft zijn eigen specialist nodig. Bijvoorbeeld beeldende kunst heeft zijn eigen conservator nodig. Fotoarchief heeft zijn eigen persoon nodig die het gaat beheren, etc. Maar dan heb je ook het museum. We praten eerst over het depot en nu gewoon het museum. Het museum heeft ook mensen nodig. En momenteel hebben we twee mensen die in het bibliotheek werken. Ik ben pas aangesteld als inhoudelijk directeur. We hebben een administratief medewerker. Er is een heer aangenomen, Agir Akswijk, voor de educatieve dienst. En langzamerhand komen we wel bij. We hebben wel veel hulp nodig en het bestuur, samen met de directie, we zijn bezig naar te kijken hoe we dat kunnen uitbreiden. En dat komt sowieso, maar we hebben heel veel hulp nodig. Ja. Hoe wilt u samenwerken met andere musea of culturele instellingen? Is dat ook in de planning? Sowieso, samenwerken is heel belangrijk. Dat is een mooi gezegd in het Engels. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together, ja. Dus natuurlijk, we hebben heel veel musea's in Suriname. En ze spelen allemaal een belangrijke rol als het gaat om geschiedenis en erfgoed in Suriname. Dus ik ben al begonnen met verschillende musea's om ze te contacteren. Ik heb ze bericht gestuurd. Ik heb al een project lopende met het Legermuseum. Dat komt. En er zijn nog andere musea's waar ik bezig ben met de directeuren te praten over toekomstige activiteiten. En ze kunnen allemaal een bijdrage leveren. Stichting Sinaas Museum wil eigenlijk ook een centrale rol spelen om alle musea's te bundelen. En het gaat wat tijd duren, sowieso, maar ze zeggen ook in het Engels, great things take time. Oké, en we zijn natuurlijk in een digitale tijdperk, zou men zeggen. Hoe wilt u gebruik maken van digitale technologieën om het museum te promoten? Er zijn verschillende mogelijkheden die we eigenlijk in de toekomst zullen gebruiken. We krijgen een printer vanuit Nederland die alle boeken die we hebben, antiquarische boeken, heel oude boeken, 300 jaar plus, 300 jaar oud en ouder, te digitaliseren, zodat het toegankelijk wordt voor het publiek. Want op dit moment is het moeilijk om het aansluiten, omdat het heel fragiel is. En in het museum gaan we dan ook kijken om onze expo's te digitaliseren, zodat, er is een techniek, het heet in het Engels 3D geometrie, ik ben even een naam kwijt, maar dat een artefact bijvoorbeeld 3D wordt ingescand en je het van alle kanten kan zien. Dus je hebt een artefact voor je, normaliter traditioneel. Als je naar een museum gaat, heb je dan dat je de voorkant alleen kan zien, of de zijde die uitgestald is, kan je zien. Maar wat erachter is, of eronder, of erboven, of op die kan je niet heel moeilijk zien. Maar met de technieken die nu
aan het licht komen, kan je dan ja, je hele collectie dan beschikbaar maken zonder dat je het aanraakt. En een ander aspect van digitalisatie, social media en documentaires. Ik ben voorstander daarvan, van social media en het maken van documentaires, omdat we allemaal weten dat Surinamers weinig lezen. En dat wordt steeds minder en minder, dat is ook te merken. En iedereen zit op social media, misschien niet minder op Facebook, maar Instagram en TikTok. Al die social media accounts zijn belangrijke, moet ik zeggen, punten om mensen aan te trekken. En het maken van documentaires is belangrijk, omdat mensen ten eerste niet lezen, maar wel relateren aan beelden, beeldmateriaal. En als ze bepaalde dingen zien en het ze aanspreekt, dan kan je ze makkelijk dan iets bijleren. Ja. Okay, natuurlijk heeft u een aantal mooie grote plannen voor de toekomst, maar dat gaat niet dus zonder uitdagingen. Wat zijn de grootste uitdagingen waar dit museum de komende jaren mee te maken krijgt? Sowieso in Suriname hebben we altijd een probleem, ook als onderzoekers wereldwijd eigenlijk, financiën. financiën zijn altijd een drempel geweest, overal waar ik geweest ben. En het museum heeft veel gebouwen om te onderhouden en personeel hebben we een paar. Maar het collectie, et cetera, je hebt veel geld nodig om het draaiende te houden. En dat is niet zichtbaar, als het ware. Het lijkt mooi, maar je hebt veel nodig om het in stand te houden. Dus ook voor een expo, om een expo op te zetten, om een culturele avond op te zetten, organiseren, heb je veel energie nodig, handen, maar vooral financiën. En daarom wil ik dan iedereen oproepen. Al hoe klein het is, als je iets kan missen, het is voor jouw geschiedenis, bewaring van jouw geschiedenis. Als je zou willen helpen bijdragen, wat financieel is, zou het goed zijn voor het museum en voor de talige Surinaamse gemeenschap. Een ander drempel die we hebben, is natuurlijk ook specialisten. We hebben meer specialisten nodig om onze professionalisering te vergroten, om het beter te maken. En dat zijn de twee dingen eigenlijk. Maar onwetendheid over geschiedenis onder de Surinamer is ook een drempel. Is ook een drempel, omdat als je niet weet wat je geschiedenis is, als je iets niet weet, als het onwetend is voor je, of als je onwetend bent over iets, dan kan je moeilijker van gaan houden. Ja? Waarom ga je van iets houden als je niet weet wat het is? Het is moeilijk. Dus een uitdaging gaat zijn om de Surinamer te laten begrijpen dat geschiedenis heel belangrijk is en dat het onderdeel van je is. En als dat lukt, dat gaat sowieso jaren duren, maar het lukt wel, dat verzeker ik. Het lukt wel op een dagje. Dan gaan we groot worden. Ja. Oké, u heeft net aangehaald dat een financiën een rol kunnen spelen. Hoe gaat u nu om, of hoe wilt u later ook omgaan met de financiële druk op musea? Dus wat? Ik ga die vraag opnieuw stellen. Ja. Hoe wilt u... Nee. Wat zei ik weer? Ja, u heeft gesproken over de financiële uitdaging. Maar hoe zal Stichting Surinaams Museum in de komende tijd, maar ook nu, omgaan met die financiële druk op musea? Ja, natuurlijk, we hebben onze zakelijke directeur die eigenlijk daarmee bezighoudt. Maar we gaan, momenteel is het museum afhankelijk van kaartenverkoop, onze kaarten die verkocht worden. En we gaan natuurlijk ook aankloppen bij de regering om steun te geven, maar ook bij de Surinamer. We krijgen sowieso, als we projecten hebben, fondsen van Surinaamse bedrijven en ook internationaal van het Nederland. Maar we willen dan
zoals ik eerder zei, de Surinamer laten begrijpen dat het hun geschiedenis is en dat het belangrijk is om het te bewaren voor de toekomstige generaties en dat zij ook begrijpen dat het deel van hun identiteit is. En als je dan van iets gaat houden, dan ga je het automatisch willen onderhouden. En dan ga je dan begrijpen, onderhoud heeft ook brengt kosten met zich mee. Dat als elke Surinamer elke maand de 5 SED doneert, of 10 SED, is het Stichtingsnaams Museum goed. Is onze geschiedenis goed. Dan kunnen we veel doen. Dus samen staan we sterk. Ja, en aan het eind, meneer Singh, heeft u een boodschap aan de bezoeker van Stichting Surinaams Museum of ook de toekomstige bezoeker? Ja, ik zou zeggen, kom naar ons museum. We hebben heel veel hulp nodig. Dus als je iets kan betekenen voor het museum, ben je een kunstenaar, wil je schilderen, kan je organiseren, kan je, noem maar op, alles kunnen we gebruiken. Kom en geef je op en we zullen dan kijken hoe we kunnen ondersteunen en wat Stichting Surinaams Museum op hogere niveaus kunnen brengen. En ik zou ook aan elke Surinamer op hun hart willen drukken dat ze meer of nieuwsgieriger worden over hun geschiedenis. Ik begrijp dat op de middelbare school en lagere school geschiedenis een beetje saai is geweest. Maar het is niet alleen politiek en Tweede Wereldoorlog en Eerste Wereldoorlog. Het is veel meer dan dat. Het is echt leuk. Dus als je meer wilt leren over je geschiedenis, over jezelf, over je land en wat voor rol het heeft gespeeld in het geheel, dan kom naar ons. We gaan je begeleiden, we gaan je helpen en jullie kunnen ons ook helpen. Dus we kijken naar u uit. Dank je. Zo kijkers, met de woorden van meneer Singh zijn we gekomen aan het einde van het eerste deel van deze aflevering van In Gesprek Met. Hij heeft voornamelijk gewezen op het belang van het kennen van de eigen geschiedenis en cultuur. Gaat u nog niet weg, want we hebben nog een deel voor u. Welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we met de directeur van de Finabank, de heer Iblijn Franchi. We praten met hem over het jaarverslag van 2023. Kijkt u mee. Meneer Franchi, gisteren kregen we goed nieuws in onze mailbox. Een hele sterke financiële positie van jullie jaarrekening van 2023. Alvast de felicitaties, zal ik zeggen. Hartelijk dank. Inderdaad, we waren ook erg blij gisteren. De aandeelhouders ook. Bij de resultaten die we geboekt hebben in 2023. We zijn blij met de resultaten. We zijn blij dat we de financiële rapportage richting de aandeelhouders en de samenleving gedaan hebben. Dat is dus wederom een positieve mijlpaal dat we dat hebben kunnen bewerkstelligen. En dat ondanks dus die uitdagende economische situatie waarin we ons bevinden. U geeft aan, het is weliswaar een uitdagende economische situatie, maar al met al heeft de Finabank winst kunnen boeken. Ja, inderdaad, we hebben winst kunnen boeken. Enerzijds is dat het resultaat van een goede strategie. We hebben gezien dat de economie van Suriname best klein, uitdagend is. We hebben een aantal jaar terug een goede strategie uitgezet. Om ervoor te zorgen dat we dus die uitdagende periode kunnen overbruggen. We hebben aan de andere kant ook naar kansen gekeken. Om te kijken hoe kunnen we, ondanks het feit dat we een Surinaamse bank zijn in Suriname, onze markt vergroten. Want wat we zagen is dat de economie ook terugliep. Of in het afgelopen jaar langzaam weer eens gaan groeien. En dat is onvoldoende om zeg maar, de bank in staat te houden om rendabel te zijn. Want de kosten gaan door en de compliance vereisten gaan door. En dat
zorgt voor heel veel geld. Dus we hebben in onze strategie ervoor gezorgd dat één, we een thema hadden, hoe gaan we de crisis overbruggen? En een ander thema, hoe gaan we ervoor zorgen dat onze markt uitbreidt? En dat hebben we ook gedaan. We zijn vorig jaar begonnen met kredieten, onder andere in Guyana, rechtstreeks te verstrekken. We hebben relaties aangehaald met banken in de regio, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En we hebben daarbij dus gezamenlijk kredieten uitgezet in verschillende landen in de regio. En dat heeft ervoor gezorgd dat we onze kredietportefeuille hebben kunnen laten groeien. Dat we, als je kijkt naar reële groei, de waarde van de bank hebben kunnen behouden. En dat heeft erin geresulteerd, uiteraard, dat we deze mooie cijfers konden publiceren. En u geeft het zo mooi en mooie cijfers. En wat is dan het mooie winstbedrag die de Finabank heeft kunnen halen? Het is ongeveer 235 miljoen netto winst hebben we geboekt. Enerzijds is dat door stijging van de baten, dus van de inkomsten. En aan de andere kant hebben we dus ervoor gezorgd dat we aan de kostenkant aan kostmanagement hebben gedaan. Dat we de valutacontracten hebben kunnen hedgen. Zodat de kosten niet te snel stegen. En dat heeft dus uiteindelijk ervoor gezorgd dat we dit mooie resultaat konden bereiken. Maar ik vraag me af, want soms zie je wanneer mensen jaarrekeningen geven, hoor je winst, verlies. Maar wat betekent het precies als een organisatie winst heeft geboekt? Want vooral men gaat denken, een bank? Hoe kan een bank nou winst hebben? Dus dat zijn echt van die rare opmerkingen die ik soms krijg vanuit de samenleving. Misschien kun je dat een beetje uitleggen van wat het betekent als een bankinstelling winst heeft kunnen boeken. Winst is niets anders dan zeg maar de optels, de aftreksom, je opbrengsten minus je kosten. En als er een positief resultaat daaruit voortvloeit, heb je winst geboekt. En ik denk dat het noodzakelijk is om winst te boeken, omdat je dus dan kan zien als organisatie dat je enerzijds levensvatbaar bent. Maar het is niet belangrijk om in één jaar slechts winst te maken, maar dat we dus gedurende een langere periode duurzaam winst maken. En dat is dus binnen onze strategie het geval. We hebben een duurzame winst en winstgroei kunnen boeken. En die winst die we boeken jaarlijks, daar wordt een gedeelte van beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders. Dat zijn de eigenaren van, van de bank. Een deel gaat naar hun, omdat ze ons kapitaal verschaffen om de bank draaiende te houden. En anderzijds wordt het resterende deel van de winst toegevoegd aan de reserves. En de reserves zijn noodzakelijk om op te bouwen. In geval zeg maar, er een risico zich voordoet, bijvoorbeeld een slecht krediet voordoet. En die kunnen we dan afboeken van het kapitaal. En dat wordt solvabiliteit genoemd. Dus bij banken is het noodzakelijk om in ieder geval drie aspecten goed in de gaten te houden. Je rentabiliteit, dat geeft aan hoeveel winst je duurzaam zou kunnen maken. De liquiditeit, dus ben je in staat je deposanten, dus je klanten, maar ook je aandeelhouders de liquiditeit terug te geven als ze daarom vragen. En derde is je solvabiliteit, ben je in staat onverwachte verliezen op te vangen. Uit de opgebouwde buffers. En gelukkig bij ons zijn alle drie ratio's, het zijn drie van de zoveel kernratio's die we hebben, gelukkig zijn al die drie ratio's goed op orde. Om over kredieten gesproken, ik stel die vraag altijd aan u als we praten. Gezien de sociaal-economische situatie, zijn klanten wel nog steeds geïnteresseerd om te lenen? Want dan gaat men denken, migado, die rente. Maar komt men nog steeds naar de bank om te zeggen, ik heb een persoonlijke lening nodig, of een lening voor de autofinanciering, of ik ben zover, ik wil een hypotheek. Hoe staat het dan daarmee? Ja, mensen komen nog steeds. We hebben gezien in ieder geval dat onze consumentenportefeuille lichtelijk gegroeid is. Ons marktaandeel in de
in het consumentensegment is vergroot. Dus mensen komen nog steeds om te lenen. Wat we wel zien is dat mensen met name in aanmerking komen voor de kleinere leningen, de meer kleinere conceptieve leningen. Vanwege ons duurzaam beleid en vanwege het feit dat de inflatie dus ook omlaag gaat. Maar met name ingegeven vanwege ons duurzaam beleid hebben we de rente op hypotheken ook substantieel omlaag gebracht. Een reden waarom is, we willen dus woningbouw stimuleren. We weten, we hebben enerzijds de 7% woningbouw en anderzijds ook de commerciële kredieten voor woningbouwhypotheken. Maar vanwege dus de sterk gestegen inflatie in de afgelopen periode was de rente omhoog gegaan. We zagen dat weinig mensen eigenlijk beperkt in aanmerking kwamen voor hypotheken. Vanwege het feit dus dat wij zeg maar een sterke financiële positie hebben, hebben we ook gezegd dat we een deel van onze toevertrouwde middelen willen allokeren voor de midden- en de lagere groepen. Sowieso de 7%, dat is dus de centrale bankfaciliteit. Maar tegelijkertijd hebben we binnen de bank gezegd dat we dus de commerciële hypotheken tot een bepaald bedrag, daar de rente van duurzaam naar 12% zullen verlagen. En in het kader van ons duurzaamheidsbeleid gaan we dus ook een nog lagere rente dan die 12% aanbieden aan vrouwen. En ook aan zeg maar de productiesector tot een bepaald bedrag. En als zo'n bedrijf geleid wordt door een vrouw of eigendom is van een vrouw, dan gaan we dus een nog lagere rente aanbieden. Reden daarvoor is, wij willen als organisatie, als bank, een bijdrage leveren aan zeg maar een duurzame impact geven aan de samenleving en met name aan kwetsbare groepen en productieve groepen die in staat zijn dus hun positie in de samenleving te kunnen verbeteren. Hoe staat met het vertrouwen naar de bank toe? In de zin van, want ik weet nog, enkele jaren terug was er echt een fenomeen, misschien richting de valuta kan, dat mensen die spaarden in valuta maar een bepaald bedrag konden opnemen. Is dat nog steeds het geval of is die regeling nu gewijzigd? Dus dat had alles te maken met de transporten van de valutatransporten van de centrale bank die opgeschort waren. We weten in de afgelopen periode dat de centrale bank sterk heeft gewerkt aan het vertrouwen binnen het binnenland, het buitenland. Transporten zijn opgestart. Dus eigenlijk zijn er geen issues meer met opnames en stortingen als het gaat om reguliere bedragen voor particulieren. Natuurlijk, vanuit een compliance perspectief worden er wel vragen gesteld bij grote stortingen, grote lichtingen en of een transacties, contante transacties en ook elektronische transacties die niet binnen het profiel van zeg maar de klant vallen. Maar de situatie zoals we die kenden toen de geldtransporten niet meer plaatsvonden, ja, dat is volledig opgelost. Want er waren echt periodes van, als je geld kwam storten, dan was het dan 4%. Dus nu is er geen enkel percentage. Men kan nu gewoon komen naar de bank van, oké, ik wil mijn valuta weer zetten, ik vertrouw jullie, dus ik heb geen problemen. Dus voor de stortingen, daar vinden er nog zeg maar transporten plaats naar het buitenland, met name euro's. Dus daarvoor hebben wij als bank wel een percentage. En dat percentage is gelijk aan wat de centrale bank ons vraagt voor de transporten. We hoeven er geen winst op te maken omdat we zeg maar, het betaalverkeer als commodity zien. Dus als iets dat erbij hoort. Maar dat is maar een marginaal percentage. Dus dat valt wel mee. Voor de dollar en de SRD zijn er nauwelijks zijn er geen percentages. In ieder geval zou dat goed nieuws zijn voor de mensen die nog steeds aan het twijfelen waren. Wat ook net, ik denk dat dat ook een tijdje een probleem was. Heeft Finabank haar opnamebedrag ook al verhoogd? Of is het, ik weet niet of het 4.000 was of was van Finabank 5.000? Want
Het betalingsverkeer is nu weer veranderd. Hoe ziet dat eruit bij de Vitabank momenteel? Dus we hebben geen ATM's meer. Alle ATM's zijn overgedragen aan B-Nets. Dus in principe verlagen of verhogen wij geen limieten meer. Aangezien B-Nets het beheer heeft over alle ATM's die Vitabank voorheen in haar bezit had. Dus in principe zou deze vraag aan B-Nets gesteld moeten worden, want al onze ATM's zijn al naar Cashpoint gebrand en worden door B-Nets aangestuurd. Dus u bedoelt eigenlijk de losse pinautomaten die niet aan het gebouw van de bank zitten? Ook die zijn nu geldmaat gebrand. Cashpoint gebrand. Dus ook die, daar wachten we dus. Daar bepaalt dus B-Nets wat de nieuwe limieten moeten zijn. Maar zal dat geen problemen brengen? Want Vitabank was de enige bank waarbij je dollars of euro's kan pinnen bij een pinautomaat. Zal dat nu gaan veranderen? Want een Cashpoint is geen Vitabank automaat meer. Nee, dus we hebben B-Nets gevraagd om daarmee rekening te houden. Vooralsnog draaien nog een deel van de ATM's op onze software. Dus we hebben B-Nets gevraagd om daarmee rekening te houden, omdat dat zeg maar een behoefte is van de samenleving. En ze hebben ons toegezegd dat ze dus daar wel rekening mee zullen houden. Zeker de ATM's die nog aan de bank gebouwen. Maar het zal dan zeg maar een uniform beleid zijn van B-Nets. Oké, dat ben zo mooi. We hebben het mooi gehouden. Maar het afgelopen jaar was ook een mooi jaar voor Vitabank met verschillende veranderingen die zijn gepleegd. In welke zin? Gesprekken die ik had gevoerd met er waren kredietratingen en Vitabank heeft verschillende. Dus laten we het eerst houden op de kredietwaardigheid. Ik denk dat mensen zijn vergeten hoe belangrijk het is voor een bankinstelling om een goede kredietwaardigheidscijfer of rating te krijgen. Ja, inderdaad. Dus vorig jaar in oktober hebben we als eerste Surinaamse organisatie zelf een creditrating gehad. En we bevelen echt alle organisaties om een creditrating aan te vragen. Omdat je, zeg maar, soms weet je dat je weet dat je op de goede weg bent, want je hebt de goede strategie, de resultaten laten het zien, de governance is goed, weinig zeg maar verliezen uit risico's. Maar het is een mooie bevestiging vanuit een externe partij om een creditrating te krijgen. Omdat die creditrating je inzicht geeft in wat je goed kan doen en wat je beter kan doen en wat de risico's voor jezelf zijn als je creditrating omlaag gaat. Tegelijkertijd is het een stamp of approval voor je. Als organisatie internationaal, want zeker de wijze waarop onze strategie is ingericht, dat we naar meer partnerbanken zoeken in de regio om investeringen te doen of mee te participeren in investeringen der regio. Als je zo'n creditrating hebt, is het makkelijk binnenkomen bij de banken en geeft het de banken, maar ook overige investeerders, een comfort level, dus een goed gevoel over hoe je bank in elkaar zit. Want zo'n rating geeft de kwaliteit van de organisatie aan. We hebben een van de hoogste ratings. Maar het geeft ook inzicht in sterke punten, de verbeterpunten en de risico's van de organisatie. En het wordt door een objectieve derde gegeven. En dat is dus makkelijk ook in te zien voor derden die in je willen investeren of met je willen samenwerken. Hoe staat dan verder, want u heeft het net gehad over samenwerkingen. Hoe staat het met de samenwerkingen lokaal? Want ik weet nog, we hadden het over het internationaal, dat er van het jaar veranderingen zullen plegen. Maar we zullen eerst beginnen met nationaal en voor zo overstappen naar hoe het staat met internationaal. Lokaal werken samen in bankiersverband aan een aantal vraagstukken. Vanwege dus de uitdagende economische periode die we achter de rug hebben gehad, is elke bank een beetje intern gericht om zeg maar, de situatie te managen, orde op zaken te stellen en zich ready te maken om verder te groeien. Dus lokaal, ja. We zijn at the end of the day bij de EE-markt. Dus je zoekt naar common gebieden, dus betalingsverkeer, risk management en andere zaken. Dus om samen te werken, maar zeg maar het
commercieel samenwerken gebeurt, met name met de buitenlandse banken. En dan hoe staat het dan met de buitenlandse zaken? Want er waren plannen, Finabank had plannen onderweg, als ik me niet vergis, met Amerikaanse bankwezen, als ik me nog goed kan heugen. Nee, we zijn in een IDB-programma. Op dit moment, eigenlijk al een aantal jaren. En we hebben hele goede samenwerking met IDB en ze supporten ons met technical assistance op gebieden waar wij behoefte aan hebben. En ja, tegelijkertijd werken we met een aantal regionale banken samen en exploren we opportunities om te kijken waar zijn er commonalities in het buitenland, maar ook hier om zeg maar de footprint te diversificeren of uit te breiden. En ik heb dan ook begrepen dat er een nieuwe RVC is? Nou, niet een geheel nieuwe RVC, maar twee leden zijn aan het einde van hun termijn gekomen. Koert van Essen was de president-commissaris, einde termijn, en die besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Sonny Kertogioia, die was aan zijn maximale termijn, dus hij kon zich niet meer herkiesbaar stellen en die zijn afgetreden. En de raad heeft dus gekeken naar zeg maar de skills en competenties die nodig zijn binnen de raad. En hebben toen ervoor gekozen na een aantal gesprekken om mevrouw Eloa van der Heels voor te dragen aan de aandeelhouders. En ze is gisteren onder voorbehoud van de Centrale Bank ook benoemd. Een gedegen jurist met ruime ervaring. Dus, en daar had men behoefte aan. En het is misschien goed om te zeggen dat het de derde vrouw is in de raad. Dus er is een stevige diversificatie in de raad. Dus de samenstelling is dus 4 mannen en 3 vrouwen nu. Ik weet nog, ik denk vorig jaar of het jaar daarvoor was op zich alles wat de klok zoeg, financial inclusion. Dat is meer om alles proberen digitaal en giraal te doen. Hoe ver is Finabank om, want ik weet nog, ik had met u gesproken dat er een bepaalde leeftijdscategorie was die op zich niet zo comfortabel voelt met die financial inclusion, maar hoe is Finabank, of hoe ver is Finabank nu om ze toch nog over de streep te krijgen? Dus in termen van financial inclusion, we maken stappen als land, denk ik, als geheel, maar we zijn er nog niet content over. Eén is de toegang naar de banken toe. En kijk, wij kunnen het als bank vinden van we zijn makkelijk toegankelijk en iedereen kan een bankrekening, maar als de samenleving dat niet ervaart, dan moeten we nagaan waar de schoen wringt dat de samenleving het niet ervaart. Dus we zijn er nog niet helemaal content over. We hebben vorig jaar een financial inclusion programma ontworpen. We hebben een aantal sessies gehouden vorig jaar voor diverse groepen in de samenleving. We hebben groepen via social media opgeroepen van als je interesse hebt, meld je aan. Want we wilden eigenlijk dat men zelf interesse toonde. En die zijn erg positief ontvangen. Maar we moeten verder gaan, want we denken dat we nog zeg maar veel meer kunnen dan we vorig jaar hebben gedaan. We hebben met name de consumenten vorig jaar getarget om financial inclusion sessions te houden. Dit jaar zullen we dus wederom een aantal sessies doen. Maar dit jaar willen we het uitbreiden naar micro en small businesses. En naar achtergestelde groepen, met name de groepen die in het binnenland zijn. En daar willen we dus samenwerken met belangenverenigingen, omdat die beter toegang hebben en de doelgroep beter kennen dan wij. Om zeg maar die kwetsbare groepen, maar ook de micro, small businesses en de consumenten die nog geen bankrekening hebben, verder te includen in het systeem van ons. Maar het is een hele grote uitdaging, omdat we dus zeg maar, zowel intern met beperkingen zitten, te weinig mankracht. De bank groeit en we lopen achter de feiten soms aan. Maar tegelijkertijd, ja, de behoefte van de samenleving is er. Dus we moeten resources allokeren om zeg maar, die informatie te delen met de samenleving en ervoor te zorgen dat ook
bij ons de processen versimpeld worden. Want het onboarden van klanten, maar ook het aanvragen van kredieten is best complex. En we willen nagaan hoe kunnen we het risk-based natuurlijk versimpelen. Voor de kleinere man simpel maken, voor de kleinere kredieten versimpelen. En aan de andere kant moeten we ook zeggen dat bijvoorbeeld NOB met hele nieuwe diensten en producten is gekomen, waardoor je dus die micro en small businesses makkelijker kan accommoderen zonder dat ze eigenlijk op dit moment dekking nodig hebben. Want men zou zich even afvragen, ik ben bijvoorbeeld iemand, ik brushcutter en dat is mijn inkomen, hoe kan ik dan een bankrekening sluiten? Want ik weet dat was de periode zei, als mensen met de ID-kaart komen en uitleggen, ik doe dit en dit. Want voor iemand die brushcutter, kan die persoon die naar KKF gaan en aangeven, dit is mijn bedrijf, hoe ik aan mijn inkomen kom, maar ik wil toch nog een bankrekening hebben. Dus die mensen kan je zien als small business owners? Nee, als micro's. De micro's zien we die. Die zullen dan makkelijker een bankrekening inderdaad kunnen openen. Kunnen nu trouwens al een bankrekening openen bij ons hoor. Want bijvoorbeeld als hij brushcuttert voor meneer X, Y, Z. En meneer X, Y, Z geeft aan, oké, ik ga je middelen voortaan op de bankrekening storten. Is het makkelijk ook te traceren voor zo iemand, voor de bank dat hij zijn inkomen heeft uit het brushcutteren. Maar tegelijkertijd, mocht zo'n brushcutter stuk gaan, dan zien we alvast het inkomen op de rekening. En dan kunnen we ook op basis van het inkomen of de cashflow op de rekening een klein krediet verstrekken. Want er zijn nog heel wat mensen nog een beetje, hoe zou men zeggen, dat men een beetje nog zit te twijfelen als jij nog aangeeft. Oké, ik kan zulke zaken doen, maar kan ik het overmaken? Nee, me loopt mijn cash. En zo, je hebt nog een grote groep binnen de samenleving die zo nadenkt. En ik denk dat heel wat van die commerciële banken bijna niet meer weten wat ze moeten doen. Want ze proberen zoveel mogelijk informatie te geven, maar that group doesn't want to budge. Nou, tegelijkertijd, tegelijkertijd zien we ook een hele grote groep die het wel doet. Dus ik denk dat we die als voorbeeld moeten nemen. Heel veel tuinmannen, schoonmaaksters en andere klusjesmannen hebben tegenwoordig een bankrekening en ontvangen het geld. Ik denk dat de uitdaging erin is dat we dus samen met onder andere BNets en de centrale bank moeten kijken hoe kan het betalen makkelijker gaan. Want hoe makkelijker je kan betalen en hoe efficiënter het betalingsverkeer is, hoe makkelijker ook mensen in het systeem komen. Gelukkig heeft de centrale bank nu de Nationale Betaalraad opgezet met verschillende stakeholders. En vanuit dat punt gaan we ook brainstormen op welke wijze het betaalverkeer verbeterd kan worden, zodat we meer mensen kunnen includen. Dus ja, het is een soort wisselwerking. Er komen steeds meer mensen in het systeem, maar wat we willen is steeds meer de bank en de bankdiensten toegankelijker maken voor de mensen. En dat er ook een breder scala van betaalproducten wordt geïntroduceerd. Want nu heb je betaalproducten, geïntroduceerd door één bank, maar die betaalproducten praten niet met elkaar. Wat bedoelt u precies? Je hebt een wallet, je hebt een postapparaat en een ATM. Geen van die drie praten, dus communiceren met elkaar. Als je met je wallet of met je online banking bij de post kan betalen of bij de ATM's geld makkelijker kan lichten, dan heb je een geïntegreerd systeem. En nu is het systeem onvoldoende omdat er weinig regelgeving is over het betaalverkeer. En ik hoop en ik weet dat er stappen nu, dat er bewustwording in ieder geval is, dat er regelgeving moet komen over het betaalverkeer. En ik hoop dat die regelgeving er snel komt met standaarden, zodat die verschillende betaalmethoden van de verschillende initiatieven van banken, maar ook particuliere bedrijven, op een gegeven moment ook nu met elkaar gaan praten. Tot slot, meneer Franchi, welk advies/boodschap heeft u naar de samenleving en vooral jullie cliënten? Nou, het advies kan ik geven of wil geven is de wijze waarop wij in de wedstrijd zitten. Ja, het is moeilijk.
However, laten we kijken naar de opportunities en de lichtpunten die er zijn. En zeg maar onze schouders daaronder zetten. Vaak denken we in termen van beperkingen. Dit kan niet en dit kan niet. En die man werkt me tegen of die we. Maar ik denk dat we als Surinamers ook een andere mindset moeten hebben. Door te kijken van oké, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik minder afhankelijk ben van X of minder afhankelijk ben van Y. En mijn eigen opportunities creëer. En mijn eigen zeg maar blue ocean ga definiëren. Als we dat doen, denk ik dat we ook stappen kunnen maken als organisaties, maar ook als personen, om vooruit te komen. Meneer Franchi, heel hartelijk dank voor de informatie en nogmaals de felicitaties met jullie mooie jaarverslag. Heel hartelijk dank. Zo kijkers, met deze woorden van meneer Franchi zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel heeft u de nieuwe directeur van de Stichting Surinaams Museum gehoord over zijn plannen voor de nabije toekomst. Bedankt voor het kijken en tot volgende week, dan zijn we terug met een nieuwe aflevering.